Een hele goede middag. Welkom allemaal namens Studio Europa Maastricht en haar partners Maastricht University, de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Wat ontzettend fijn dat u er in zulke grote getalen bent, hier in de muziekgieterij in Maastricht, maar ook via de livestream aan het kijken bent. En ons ook hoort, luid en duidelijk. Ik ben Annette van Soest, presentator van vanmiddag en van de podcast Café Europa. Die gaan we na afloop van de Europa-lezing van minister Ollongren ook live opnemen, hier voor jullie. Vorig jaar, rond deze tijd, stond minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra op deze plek om zijn Europa-speech te geven. En hij benadrukte toen het belang van het verdedigen van de Europese waarden. Na de oorlog in Oekraïne, die waarden die staan onder druk. Een jaar later is die oorlog nog steeds bezig. Ik hoop dat dit zo wordt opgelost. Ligt het aan mij? Ik kijk even naar de techniek. Nee, dan ga ik gewoon door. Die oorlog in Oekraïne is nog steeds bezig. Wij zijn vereerd dat minister van Defensie Kajsa Ollongren vandaag hier is om haar Europa-lezing te geven. Hoe denkt zij over verdere samenwerking van Defensie binnen de EU? Hoe houden we Europa veilig? Dat horen we zo meteen. Ik hoor het ook graag als ik gewoon een handheld even moet pakken. Ja, zal ik dat doen? Dan zijn jullie van dat vervelende geluid af? Hoop ik. Zometeen gaan we naar de minister luisteren, maar we beginnen eerst met een video. Het team van Studio Europa Maastricht is de straat op gegaan met een cartoon van Joep Bertrams, Limburgse spotprententekenaar. En die cartoon is de aanleiding voor een gesprek met mensen op straat over de oorlog in Oekraïne. En de dreiging die mensen daarvan voelen en de rol die de EU speelt in de steun aan Oekraïne. Laten we daar eerst even naar kijken. Waar gaat het eigenlijk over? Hè? Sowieso twee dezelfde mannen die op dit moment in iets van een taart of een vlaai aan het eten zijn. Dat is Poetin. Ja, je kunt zien de Ukraine flag en dan Poetin is trying to consume the cakes or like basically take over. And then these are all the little flies represent the European Union, I hope, to prevent Poetin consuming the Ukraine cakes in this analogy. De eerste dagen dat alles losbrak wel een beetje. Ik had ook wel schrik voor wat er zou komen. En nu is het inderdaad zo'n beetje die dagelijkse gewoonte geworden. Het is een beetje normaal geworden. Ik maak me zorgen voor de kinderen en de kleinkinderen. Want als er iemand op een knopje drukt, ja, dan is het gedaan. Het is niet een ver van ons bed show, maar het is iets dat iedereen toch aanbelangt, hè? Want we hebben er toch allemaal baat bij dat er een soort van gezond evenwicht is. Hè? En nu gaan we terug niet alleen naar een koude oorlog, dat zit eraan te komen, maar ook naar een echte oorlog. Hè? Dat niemand voor mogelijk houdt een paar jaar geleden. We hebben maar één wereld, dus ik denk niet dat dat heel snel in een derde wereldoorlog uitmondt of dat dat we kernwapens gebruikt worden, want dat is gewoon het einde van alles. Ik denk wel dat we, als het hier zou gebeuren, dat we heel fijn vonden dat ook de EU en andere landen om ons heen ons ook kwamen helpen. As Ukrainian, I'm very grateful for Europe for helping the Ukrainians. It's very important. Ik vind het jammer dat wij Europa zijn, maar dat we niet kunnen samenwerken als Europa. We zijn nog altijd allemaal aparte landjes en we werken nog altijd niet samen als één front. Dat is wel jammer. Een voorstander van een gemeenschappelijk Europees leger, ja. Maar natuurlijk, je gaat de nationale staten niet uitschakelen. En het moet ook geen blinde knok
ploeg worden? Ik denk dat we altijd natuurlijk sterker samen zijn dan apart. Dus een Europese leger klinkt in mijn oren wel een goed idee. We hoorden dat in het filmpje een vrouw zegt, de oorlog die is al een tijdje bezig. Het wordt al eigenlijk een beetje normaal. Dat is een relevante vraag, want beseffen we nog wel de ernst van die oorlog? We hoorden ook zeggen dat er meer moet worden samengewerkt binnen Europa. Heel interessant wat we daarover zo meteen gaan horen van de minister. Ik zou zeggen, hoogste tijd dat we haar aan het woord laten. En ik ga haar daarvoor nu aankondigen. Geef haar een groot applaus. Europa in tijden van oorlog, dat is de naam van haar speech. Minister Kajsa Ollongren. Goedemiddag allemaal. Iedereen hier in de zaal. De mensen die via de livestream meekijken. Studenten. Europeanen. Hier in Maastricht zijn de verworvenheden van de Europese Unie haast tastbaar. Onze vrijheden. En het gemak waarmee we de grens kunnen oversteken om te werken of te studeren, om onze boodschappen te doen, om handel te drijven. Het is een smalle strook Nederland, ingeklemd tussen onze buren België en Duitsland, waar het leven niet ophoudt bij de grens. Dat weet iedereen hier. Waar internationale veelzijdigheid en culturele verschillen vanzelfsprekend zijn. Het zijn Europese verworvenheden. En het zijn verworvenheden die sinds vorig jaar onder druk staan. Hier, in de muziekgieterij in Maastricht, hier zit u, jong en oud, helemaal door elkaar. Mensen met verschillende ervaringen. Mensen met een verschillend perspectief. Maar er is iets wat ons allemaal bindt. Want of je nou van voor of na de Tweede Wereldoorlog bent, of van voor of na de val van de muur, we zijn allemaal van na 24 februari 2022. Poetins grootschalige invasie in de Oekraïne. Dat tekent ons wereldbeeld. Iedereen die ziet de verschrikkingen, de dagelijkse verschrikkingen. En we voelen een lotsverbondenheid, of je nou oud bent of jong. Oorlog is zo oud als Europa zelf. Ons continent draagt littekens van zinloos, van oeverloos geweld. En de turbulente 20e eeuw die bracht het bloedvergieten met twee wereldoorlogen tot een nieuw en ook weerzinwekkend dieptepunt. Als kind hoorde ik de verhalen over de Russische revolutie. Mijn grootvader was een Rus. Hij kwam uit een Fins-Zweedse familie. Hij was geboren in Kiev. En hij was een adelborst bij het tsaristische leger. En hij moest vluchten tijdens de Russische revolutie. En zo belandde hij uiteindelijk in Nederlands-Indië. En daar is mijn vader geboren. Die overleefde daar het kamp. En na de oorlog kwam hij naar Nederland. In de hoop op een beter leven. En dat was toen natuurlijk niet vanzelfsprekend. Want Europa lag in puin. Het was verarmd, het was gebroken na een oorlog die eigenlijk het vloerkleed onder het zelfbeeld van de Europeanen vandaan had getrokken. En de generaties die de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt, die wisten dat er iets groots, iets creatiefs nodig was om de scherven bij elkaar te rapen. Om het nationalisme te bezweren was meer nodig dan een vrijblijvende samenwerking tussen staten, want dat was al een keer geprobeerd. En die hele structuur die was als een pudding in elkaar gezakt. Dat was mislukt. Maar op de puinhopen van twee wereldoorlogen bouwden we de Europese Unie. En dat is geen verhaal van alleen samenwerking, maar een radicaal nieuwe manier van integratie. Van het aan elkaar klinken van naties om oorlog te voorkomen. Van verzoening, van vriendschap, van het scheppen van een nieuwe autonome rechtsgemeenschap die haar burgers beschermt. Dat is het doel. En het werd een succes. Het werd een succes omdat de Unie zich ontpopte als belofte van blijvende vrede, van vrijheid. En een belofte die ook werd waargemaakt.
Zelf kunnen we onze Unie niet altijd op waarde schatten. Binnen de EU zijn we vooral geneigd het over de tekortkomingen van de Europese Unie te hebben. En zoals de Britse historicus en schrijver Timothy Garton Ash zegt, en dit is vrij van hem vrij naar George Orwell, hij zegt: "Seen from the inside, everything looks worse." Maar ik voel me iedere dag Europeaan. Het is de lucht die ik inadem, het is de dijk die me beschermt. En het is eigenlijk een gegeven waar ik ook niet meer bij stilsta. En soms heb je buitenstaanders nodig om te zien hoe waardevol iets eigenlijk is. En de voormalige Amerikaanse president Obama, hij was hier net nog, die noemde de EU one of the greatest political and economic achievements of modern times. En hij heeft gelijk. Aan de randen van de EU, daar wapperen de Europese vlaggen. Als symbool van hoop en aspiratie. Voor de oorlog, tijdens de demonstraties op het Maidanplein in Kiev. En nu op de pleinen in Moldavië, in Georgië. Gewapend met het blauw met gele sterren betogen in Georgië duizenden mensen tegen een pro-Russische regering. En u herinnert zich misschien ook dat in het Verenigd Koninkrijk honderdduizenden protesteerden tegen de achteruitgang die Brexit met zich meebracht. En ook zij hadden de Europese vlag bij zich. Op al die pleinen, in al die straten, met al die Europese vlaggen, daar zien de mensen het vaak scherper dan wij het zelf zien. Europa is een bastion van vrijheid, van humane wetten. Het is een lotsgemeenschap, een idee met een ontembare aantrekkingskracht. Het is gebaseerd op gedeelde cultuur. Van cafés, van pleinen, van gewetensvrijheid, van de vrijheid van geloof, van wetenschap. Dat is Europa. Het is een cultuur waarvan de Britse oorlogspremier Winston Churchill zei: "Here I am at home." Hier ben ik thuis, zei hij. Een cultuur die kracht put uit de veelvormigheid, waar de werkelijk uitstekend gekozen hoofdstad Brussel de belichaming van is. Een mozaïek van eigenwijze wijken die toch met elkaar verbonden zijn. En waar Erasmus, Breugel, Bronte, Brel en Stromae inspiratie vonden voor hun bijdrage aan ons Europees kanon. Oekraïne vecht voor dat Europa. Niet voor gratis roaming of voor geharmoniseerde opladers, hoe handig die ook allemaal zijn, maar voor onze waarden. En zowel de Oekraïnse strijdkrachten als de Oekraïnse bevolking, die zijn ten diepste gedreven door die idealen, door onze idealen. Europa is voor Oekraïne een belofte. Een belofte van blijvende vrijheid en blijvende vrede. En ik ben ervan overtuigd dat Oekraïne daarom stand houdt. En dat wij daarom ook stand moeten houden. Die Europese belofte, die hebben we de afgelopen decennia vrijwel onbedreigd kunnen uitbouwen en kunnen verbeteren. Maar over onze eigen veiligheid, daar hebben we te weinig over nagedacht. We vertrouwden daarvoor op de Amerikanen. En we hebben eigenlijk onze gigantische economische welvaart gemaakt door onszelf ook afhankelijk te maken van goedkope grondstoffen, goedkope energieproductie uit landen als Rusland en China. En daarom zijn wij 24 februari vorig jaar met onze neus op de feiten gedrukt. En voor de bescherming en het waarmaken van de Europese beloften voor onszelf en voor Oekraïne is het nodig dat we onafhankelijk leren optreden. Dat we meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van onze burgers. Waar de Europese integratie op economisch vlak de afgelopen decennia vleugels kreeg, bleef de veiligheid- en defensiesamenwerking achter. En juist nu de NAVO hernieuwde betekenis heeft gekregen door de oorlog aan onze oostflank, is een volwaardige Europese rol binnen dat bondsgenootschap cruciaal. En de Amerikanen vragen ons terecht al jaren om meer voor onze eigen veiligheid te kunnen zorgen. Waar nodig moet Europa zelfstandiger kunnen handelen. Een eerlijkere balans die zal het transatlantische partnerschap alleen maar sterker maken. Dus het is tijd voor achterstallig onderhoud. Met visie, met politieke daadkracht moeten we echt een been bijtrekken. En Nederland is daarbij ambitieus. Ons land
stond, zoals bekend, aan de wieg van zowel de Europese Unie als de NAVO. En ook nu kiezen we voor een voortrekkersrol. Met de positie tussen de grootmachten, Frankrijk en Duitsland. Met goede betrekkingen met de andere lidstaten. En heel erg doordrongen van het belang van het transatlantische bondgenootschap. Dan kunnen we dat ook. Die positie heeft Nederland. En dan is de vraag, hoe geven we deze missie vorm? Hoe ziet onze agenda er voor de komende jaren dan uit? Of als je het omdraait, waar willen we over 15 jaar dan op terug kunnen kijken? Ik zie 5 strategische pijlers, 5 concrete stappen om vrede en veiligheid in Europa te beschermen en ook om de Europese integratie een nieuwe impuls te geven. In de eerste plaats komt het aan op de versterking van de Europese defensieindustrie. Europese defensiebedrijven moeten simpelweg meer produceren. Meer materieel en munitie om Oekraïne te steunen. Meer materieel en munitie om onze eigen voorraden aan te vullen, op peil te krijgen en onze krijgsmachten toe te rusten voor de toekomst. De productiecapaciteit die moet omhoog. En het munitieakkoord, het Europese munitieakkoord van eind maart, dat is een belangrijke eerste stap. De Europese landen die gaan gezamenlijk munitie kopen voor Oekraïne en bundelen zo de krachten. We hebben momentum. De Europese defensieuitgaven die groeien en die groeien hard. De bedrijven die hebben zekerheid nodig. Die hebben de zekerheid nodig dat ook de komende decennia die vraag op peil blijft. Maar ik verwacht ook dat de industrie die handschoen oppakt. Want dat is ook onderdeel van ons Europese model. Hè? Dat in onze sociale markteconomie dat bedrijven ook een verantwoordelijkheid hebben en nemen richting de maatschappij. In dit geval om bij te dragen aan onze collectieve veiligheid. En mijn tweede punt voor de Europese agenda, dat borduurt voort hierop. Want willen we onze slagkracht vergroten, dan is het essentieel dat we als Europese landen overgaan tot gezamenlijke inkoop en ontwikkeling van materieel. Zo staan we samen sterker, in plaats van ieder voor zich, want zo was het tot nu toe. Versterking van het collectief, in plaats van verlamming door nationale industriebelangen. We hebben fors meer geld, dus dit is het moment om slimmer gezamenlijk te investeren. Dus niet 16 verschillende gevechtsvliegtuigen, niet 12 soorten tanks, 33 verschillende types fregatten. Dat is een vorm van fragmentatie die absoluut onhoudbaar is. En wat we wel willen is interoperabiliteit, standaardisatie, inwisselbaarheid. Zorgen dat mensen en spullen over de nationale grenzen heen zonder beperkingen met elkaar kunnen samenwerken. Het is goedkoper. Het is sneller en het is vele malen effectiever. En dat is bij uitstek een taak voor de Europese Unie. Als het ons lukt om het eens te worden over kolen en staal, over het opheffen van grenscontroles, over het loslaten van nationale munten, nou, dan moeten we dit ook kunnen. En er zijn al goede voorbeelden. Frankrijk en Duitsland werken samen aan een nieuwe generatie tanks. En Nederland kijkt hoe we dat kunnen bevorderen, hoe we aan die ontwikkeling deel kunnen nemen. Nederland schaft samen met België 4 nieuwe marinefregatten en 12 mijnenjagers aan. Duitsland lanceerde een gezamenlijk initiatief, de European Sky Shield Initiative, dus Europese luchtverdediging, waar ook Nederland aan meedoet. We nemen deel aan de Northern Naval Shipbuilding Cooperation. Dat is een gezamenlijk initiatief met 6 andere Noord-Europese landen. De bierdrinkende landen worden we ook wel genoemd. Om nieuwe schepen te bouwen. Het zijn allemaal goede voorbeelden. Maar het staat te vaak nog in de kinderschoenen. En wat ik wil is dat de EU doorpakt en voortbouwt op dit soort initiatieven. En dat geldt ook voor Europese samenwerking op operationeel vlak. En dat is mijn derde punt. De Nederlandse en Belgische marine die werken al samen sinds 1948. En de Nederlandse landmacht is steeds meer vervlochten geraakt met de Duitse. En eind maart dit jaar integreerde de 3e Nederlandse brigade in een Duitse divisie. Dat is uniek binnen Europa, maar het zou het eigenlijk niet moeten zijn. En samen met mijn Duitse collega Pistorius hebben we gezegd, dit is eigenlijk een showcase van hoe het moet. Tussen landen in Europa, tussen landen binnen de NAVO. Bilateraal, multilateraal. Wat ik een hele goede en mooie stap vind, is de EU-trainingsmissie van Oekraïnse militairen, die in Duitsland en Polen in een sneltreinvaart is opgezet.
En de EU bouwt nu eindelijk aan een snel inzetbare eenheid van 5000 militairen. Die moet in 2025 gereed zijn. Europese krijgsmachten moeten goed op elkaar ingespeeld zijn. Ze moeten elkaars taal spreken, elkaars cultuur kennen, elkaars sterktes en zwaktes. En daarmee bouwen we vertrouwen en bouwen we aan Europese slagkracht en ons vermogen om samen te handelen als het nodig is. En dat brengt mij bij mijn laatste twee punten voor het Europese veiligheids- en defensiebeleid. En die gaan over de samenwerking met de NAVO en de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk. Ik was vanmorgen in Brunsum bij het Allied Joint Force Command. Dat is één van de operationele hoofdkwartieren van de NAVO, hier nog geen half uurtje vandaan. Nederlands militairen sturen daar samen met onze bondgenoten NAVO-operaties aan. En ook spelen ze een ontzettend belangrijke rol in een artikel 5 scenario. Dus het scenario waarin een NAVO-land zou worden aangevallen. En ik vond het indrukwekkend om het zelf te zien. En het is juist nu ongelooflijk belangrijk dat dat op orde is. Dat we onze collectieve verdediging op orde hebben. En ik vind, en dat is dus mijn vierde punt, dat de Europese landen binnen de NAVO meer moeten doen. En ook meer samen moeten doen. Waaronder meer Europese inzet op de oostflank van het NAVO-grondgebied. En dat is een belangrijk signaal richting onze Oost-Europese partners. En ook naar de Verenigde Staten. En trouwens, ook dat weer wat zij terecht al lange tijd van ons vragen. Samen kunnen de EU en de NAVO ook makkelijker, dure en dus schaarse capaciteiten delen. Een goed voorbeeld is de gezamenlijke pool van tank- en transportvliegtuigen die de EU en de NAVO samen inzetten. We hebben vorige week nog een van de vliegtuigen gebruikt voor de evacuaties uit Soedan. Ook andere schaarse capaciteiten kunnen we op deze manier gezamenlijk invullen en daarmee de EU en de NAVO versterken. Ik denk aan luchttransport van buitengewone ladingen of het delen van schepen voor zeetransport. Want voor één land is zo'n aanschaf vaak gewoonweg te duur en de organisatie daarvan te complex. Maar samen kunnen we het wel. De oorlog in Oekraïne die toont bovendien hoe belangrijk de samenwerking en synergie tussen de Europese Unie en de NAVO is. De EU bijvoorbeeld nam vergaande sancties aan tegen de Russische Federatie. Het is natuurlijk cruciaal om het regime te verzwakken, om de defensieindustrie te verstoren. De NAVO die ging meteen over tot het versterken van de oostflank. Cruciaal voor de afschrikking, om te voorkomen dat er een aanval komt. Via de Europese Vredesfaciliteit maakte de EU miljarden vrij om wapens aan Oekraïne te kunnen leveren. Iets wat onder de NAVO-vlag niet kan. Nederland, Europees en transatlantisch, is bij uitstek gepositioneerd om die samenwerking tussen de EU en de NAVO te versterken. En mijn vijfde en laatste punt betreft het Verenigd Koninkrijk. Want Brexit heeft natuurlijk niets veranderd aan de geografie. Het Verenigd Koninkrijk is en blijft een militaire grootmacht met een groot belang bij een veilig Europa. En dat zie je ook aan de Britse steun voor Oekraïne. Want daar hebben ze echt een leidende rol in. Ze zijn ook ons buurland en een land waarmee de EU op defensieterrein beter zou moeten en willen samenwerken. En op dit moment vinden er gesprekken plaats over een nieuw strategisch partnerschap met de Britten. En de Britten zijn al voornemens om mee te doen aan een Europees project voor militaire mobiliteit. Een project dat Nederland leidt. En dat zou een mooi begin zijn van een hernieuwde, brede defensiesamenwerking. En ook hier kan Nederland een voortrekkersrol spelen. Wij kennen ze goed, de Britten. De zeevarende frenemy, zoals wij ze wel eens noemen. Ze verlieten de EU. Maar de banden die blijven heel sterk, en zeker als het gaat over defensie. En die moeten we benutten om een brug te slaan tussen het VK en de Europese Unie. Ik ben ervan overtuigd dat dat in ieders belang is. Samengevat, een sterkere Europese defensieindustrie, meer Europese slagkracht door gezamenlijke inkoop, meer operationele samenwerking tussen de Europese landen, meer Europese inzet in de NAVO en een strategisch veiligheidspartnerschap met het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn wat mij betreft de vijf punten waarmee we het Europese veiligheids- en defensiebeleid snel kunnen versterken. Maar om het tempo binnen de EU erin te houden, heb ik nog een andere wens. En die wens die heeft een wat institutioneel karakter, maar hier en voor dit publiek durf ik dat wel aan.
Want de urgentie van die opdracht die vergt ook een serieuze, volwassen besluitvormingsstructuur. En daarom vind ik dat de defensieministers vaker bij elkaar moeten komen. De Raad, dat is dé plek om te zorgen dat we sneller vooruit kunnen. En in de nieuwe Europese Commissie moet wat mij betreft de nieuwe portefeuilleverdeling het belang van defensiesamenwerking weerspiegelen. En een nieuwe overlegstructuur is nodig voor een veilige Europese toekomst. En dat brengt me terug bij Oekraïne. Want naast grootschalige wapenleveringen op korte termijn is het ook belangrijk om vooruit te kijken. Ook als de oorlog voorbij is, moet Oekraïne zich kunnen verdedigen. Moet ze de beschikking hebben over westerse wapens. En Oekraïne ambieert om die reden al langer een plek in de Europese en transatlantische veiligheidsstructuur. En dat is hen ook toegezegd. Het land maakt op dit moment, terwijl ze de oorlog vechten, ook de transitie van oud Russisch, zelfs Sovjet materieel naar eigenlijk onze huidige NAVO-standaarden. Zowel in het materieel als in de strategie. En komt er een vredesakkoord, dan zullen er ook duidelijke afspraken moeten zijn over de veiligheidswaarborgen voor Oekraïne. En aan Europese zijde zullen we afspraken moeten maken over de wederopbouw, over economische samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van energie of landbouw. En uiteindelijk ook over het EU-lidmaatschap. Want ook dat is onderdeel van die Europese belofte. Het afgelopen jaar ben ik een aantal keer in Oekraïne geweest. In steden als Kiev en Odessa. In dorpen als Bucha en Irpin. En het zijn niet alleen de verwoestingen, maar ook de mensen die me vooral bijblijven. Hun strijdvaardigheid, hun veerkracht, hun diepe motivatie om hun land in vrijheid door te geven aan hun kinderen. Zoals bijvoorbeeld in Mykolaiv, waar aan het begin van de oorlog dicht bij het front de burgers zelf de wapens oppakten. Of in Zaporizhia, waar de ijzer- en staalarbeiders overgingen op een productie van kogelvrije vesten, van helmen en panzerplaten voor militaire voertuigen. Al in de schuilkelders, daar leren de Oekraïners hun kinderen om op te staan tegen onderdrukking. En nu al zijn zij trots dat zij de generatie worden die hun land Europees maakte. Oekraïne vecht voor de Europese belofte van vrijheid, democratie en welvaart. En toeval bestaat niet. De blauw-gele vlag van Oekraïne is ook het blauw-geel van de Europese vlag. En in die wetenschap gaan wij volgend jaar naar de stembus voor de Europese verkiezingen. En voor een enkeling in de zaal is het misschien wel de eerste keer dat je mag stemmen. En de verkiezingen die gaan over de EU van nu, maar ook over het Europa van morgen. Over vooruitgang, over keuzes durven maken voor toekomstige generaties, in plaats van hen de rekening te presenteren. Nooit meer oorlog. Dat was het verlangen in 1945. En nooit meer verdeling en onderdrukking. Dat was de hoop na de val van de muur. We bouwden aan een steeds hechtere Europese Unie die vrijheid, democratie en welvaart bracht. We gaven onze verzoening betekenis. De European Dream, de Europese belofte, la promesse européenne. Om dat ideaal te beschermen wil Nederland het voortouw nemen bij een verdieping van het Europese defensie- en veiligheidsbeleid. Dat is de bijdrage die onze generaties kunnen leveren aan het gezamenlijke Europese avontuur. De verantwoordelijkheid die wij kunnen en moeten dragen. En mijn hoop en toewijding ligt bij het waarmaken van de Europese droom voor onszelf, voor Oekraïne en voor alle generaties die na ons komen, zodat ook zij straks met trots kunnen zeggen: ik ben een Europeaan. Hier ben ik thuis. Dank u wel. Dank u wel, minister Ollongren. Mag ik u uitnodigen om aan tafel te komen zitten? Deze plek? Deze stoel is helemaal voor u. Ga ik ook nog wat water inschenken. En Mathieu Segers erbij vragen. Mathieu, ook voor Mathieu mag geklapt worden. Ontzettend fijn dat u het verdiepende gesprek in
onze Café Europa-setting wil doen. Mathieu, ik wil eigenlijk beginnen bij jou met een eerste reactie op de speech. Nou, dit was een mooie persoonlijke speech die ook over beleid ging. Dus precies wat wij eigenlijk altijd proberen te combineren in Café Europa. En het was ook een belangrijke speech op een belangrijk moment, denk ik. Dus meer dan genoeg stof om over door te praten wat mij betreft. Voordat we dat echt gaan doen, wil ik eerst wel even weten, want zometeen starten we de opname van de podcast, wie er wel eens luistert naar Café Europa. Mag ik handen zien? Oké, kijk, dit is mooi. We zijn gewoon... Zeker. Ik zie ook allerlei trouwe luisteraars her en der. Er wordt zelfs gezwaaid. wat ontzettend fijn. Heeft u als minister wel eens tijd om naar een podcast te luisteren? Nee, ik vrees dat ik van dezelfde generatie als de koning ben. En die podcast ben ik nog niet helemaal aan toe gekomen. Maar hij maakt er wel eentje, ja, toch? Dat wel. Ja, precies. Ja. Ik nu ook, toch? Ja, ja. Precies. Even belangrijk voordat we starten. Voor de mensen, de paar mensen hier, maar misschien via de livestream, wat mensen die niet precies weten hoe het werkt. Mathieu en ik bespreken altijd, ontvangen gasten en we bespreken dan de achtergronden bij het Europese nieuws. Verdiepende gesprekken zijn het die wij voeren. En belangrijk voor nu is, deze podcast wordt gepubliceerd en vanaf morgen door duizenden mensen beluisterd die misschien niet allemaal uw lezing al hebben gehoord. Vandaar dat we die zo meteen nog even kort door jou laten samenvatten. Dus dat. En als we beginnen is het natuurlijk ook fijn als de luisteraars horen dat u allemaal hier aanwezig bent. Dus als ik zo meteen het teken geef, laat dan even van u horen. Door middel van een groot applaus. Laten we gaan beginnen. Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haaks College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer minister Ollongren over de invloed van de oorlog op de staat van de Europese defensie. Komt er een grotere Europese slagkracht en worden we nu echt minder afhankelijk van de Amerikanen? Ik ben Annette van Soest en naast mij zit Mathieu Segers tijdens een speciale aflevering met publiek vanuit de muziekgieterij in Maastricht. Hey. Mathieu, voelt het als een thuiswedstrijd? Ja, zeker voelt het als een thuiswedstrijd. Heerlijk om in Maastricht te zijn met Café Europa, met zo'n fantastische gast als minister Ollongren. Het voelt ook heel vertrouwd, want we zijn wel eens in Maastricht eerder geweest en altijd met prominente gasten hier. Dus ik zie er enorm naar uit. Het kan niet anders dan een mooie aflevering worden, Annette. Met een heel bijzondere gast, minister Kajsa Ollongren van Defensie. Heel fijn dat u er bent. Welkom. Fijn om hier te zijn. U heeft net een lezing gegeven, georganiseerd door Studio Europa Maastricht, met als titel Europa in tijden van oorlog. Daar gaan we zo dieper op in. Maar eerst even de aanleiding van die toespraak. De oorlog in Oekraïne. Nou, Nederland speelt nu een voortrekkersrol in Europa als het om steun gaat. U was onlangs ook in het zwaar gebombardeerde Odessa met uw Oekraïnse collega. Hoeveel contact heeft u met de Oekraïnse regering op dit moment? Hoe werkt dat? Ja, veel. We hebben echt veel contact. Ik heb veel contact met mijn collega. Dat geldt ook voor de minister van Buitenlandse Zaken, voor de premier, met president Zelensky. We hebben echt intensief contact. En waar moet ik dan aan denken? Echt wekelijks? Dagelijks? Ja, ik denk het wel. En er zijn ook best vaak vergaderingen, Europees, of van bijvoorbeeld de Ukraine Defense Contact Group. Die komt zo gemiddeld 1 keer in de 5 weken bij elkaar, waar mijn collega ook gewoon is. Hè. Dus soms zien we elkaar ook gewoon fysiek. Na meer dan een jaar oorlog voelt het als een hele bijzondere band die we inmiddels hebben opgebouwd. Ja, de lijntjes zijn dus heel kort. Ja, absoluut. Ja. Tijdens uw bezoek aan Oekraïne, het laatste bezoek, heeft u toegezegd om mijnenjagers te sturen. Onlangs heeft u ook met uw Deense collega bekendgemaakt dat Nederland samen met Denemarken nog eens 14 Leopard 2 tanks gaat aanschaffen voor Oekraïne. Ligt het in de lijn der verwachting dat Nederland nog meer aan Oekraïne gaat leveren? Nou, kijk, de oorlog is niet voorbij, hè, zoals we weten. We moeten er ook serieus rekening mee houden dat die nog een tijdje kan duren. En één ding is zeker, Oekraïne kan alleen maar blijven vechten als ze die steun krijgen van Nederland, maar ook van al die andere landen die dat steeds beter met elkaar weten te coördineren. En bijvoorbeeld het voorbeeld van die tanks samen met de Denen. Die tanks zullen vermoedelijk pas begin volgend jaar kunnen worden geleverd. Toch is het verstandig om dat te doen. De mijnenjagers die ik heb toegezegd, die kunnen voorlopig niet naar de Zwarte Zee, want die kunnen er niet naartoe varen. Ja, dus het is ook een investering in de toekomst. In 2025 op zijn vroegst. Precies, ja.
Ja, maar dus het is, je moet zorgen dat ze nu hebben wat ze nodig hebben. Nou, dat gaat met name over de luchtverdediging, dat gaat over de munitie. Nou, dat gaat over de tanks die een aantal landen al wel heeft geleverd. Maar je moet het dus ook kunnen volhouden. Je moet ook nadenken over de situatie na de oorlog, waarin Oekraïne natuurlijk wel een serieuze verdediging krijgsmacht over moet hebben. En de vraag was, gaan wij nog meer leveren? Ja dus, begrijp ik. We kunnen niet anders. Dat moeten we doen en we moeten het ook steeds beter coördineren en afstemmen. En ook steeds meer met de industrie via bestellingen die we plaatsen, zowel onze eigen krijgsmacht versterken als zorgen voor een continue stroom van het materieel dat Oekraïne nodig heeft. En trouwens, het is ook meer dan dat, hè, want bijvoorbeeld de trainingen die de Britten hebben gegeven, de trainingen die wij nu in EU-verband geven, die leveren ook een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan hun gevechtskracht. Mathieu, we hebben net naar de Europa-speech van onze gast geluisterd. Wat vond je ervan? En zou je hem voor de luisteraars nog even kort kunnen samenvatten? Ja, jeetje, Annette, dat is me wel een vraag. Nou, wat ik ervan vond in eerste instantie, ik vond het een mooie speech. En ik was pas bij een andere Europa-speech in Den Haag van president Macron. En ik vond dat deze speech qua visie zeker niet onderdeed. Sterker nog, misschien vond ik hem wel beter. Dus dat zegt wel veel. Dus ik raad iedereen ook aan om hem terug te kijken en terug te luisteren. Maar ik zal ook proberen om heel kort samen te vatten wat de minister aan belangrijkste boodschappen heeft meegegeven vandaag. Het eerste is, denk ik, en dat is heel belangrijk om dat iedere keer opnieuw te onderstrepen, vind ik zelf. En ik was dus ook blij dat de minister dat zo duidelijk deed, ook op een heel persoonlijke manier. Er is sinds 24 februari 2022 iets onomkeerbaars gebeurd in de Europese geschiedenis en daar dienen we ons toe te verhouden. En dat is de aanleiding voor de manier waarop deze Europa-speech werd ingevuld door de minister. Het is ook de reden waarom dat de minister van Defensie op dit moment zo belangrijk is als het gaat over wat Europa nou precies betekent vandaag de dag. Dat heeft alles te maken met de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne natuurlijk. En daar ging het verder over in de speech. En ik denk dat het belangrijk is om even samen te vatten dat de minister zei dat er 5 pijlers zijn wat haar betreft, waarop Nederland eigenlijk het voortouw wil nemen in de Europese Unie. Het betekent, die 5 pijlers moeten eigenlijk de uitgangspunten zijn om het Europese defensiebeleid verder te verdiepen, zoals de minister zei. En Nederland wil daar dus voorop lopen. Wel, wat zijn die 5 pijlers? Een sterkere defensieindustrie, een gezamenlijke inkoop van materieel en andere zaken die te maken hebben met defensie in de Europese Unie. Meer operationeel samenwerken, dat gebeurt vaak al tussen landen, zoals tussen Nederland en Duitsland, maar dat moet veel meer en veel Europeeser, zegt de minister. De Europese Unie moet een sterkere partner worden in de NAVO. En dus ook die transatlantische band is ongelooflijk belangrijk om daarin te blijven investeren. En het Verenigd Koninkrijk, daarmee moet een strategische relatie worden opgebouwd. En die staat misschien een beetje in de kinderschoenen, maar die heeft een nieuwe impuls nodig. En daar ziet de minister eigenlijk ook een centrale rol voor Nederland weggelegd. Verder zei ze nog, EU-lidmaatschap van Oekraïne, daar moeten we ook op een gegeven moment boter bij de vis gaan doen. Daar willen wij graag, denk ik, nog een keertje over doorpraten later in dit café. En wat ik heel mooi vond, was dat de minister het ook had over de Europese beschaving. En daarbij het ook had over een gedeelde cultuur. Onder andere de gedeelde cultuur van cafés. Nou, laat dat nu net eigenlijk het motto zijn van ons Café Europa. Ja. He, een Europees café als sociëteit voor de geest. Onze vaste luisteraars weten dat dat onze missie is. Dus daar was ik ook heel erg blij mee. Uw toespraak is een pleidooi voor sterkere, meer autonome Europese defensie. In hoeverre is de oorlog bepalend geweest in die visie daarop? Nou ja, hij is bepalend in die zin dat het ons wel heel erg met de neus op de feiten heeft gedrukt. Hè. Dus we hebben denk ik heel lang niet geloofd, niet willen geloven, niet kunnen geloven dat er in Europa weer een echte grootschalige grondoorlog zou kunnen komen. Veel politici hebben ook gezegd, wij zijn naïef geweest. Ja. Was u dat zelf ook? Nou ja, ik denk wij allemaal in zekere zin. Hè, want eigenlijk waren de tekenen waren er natuurlijk al. En niet alleen in 2014 met de annexatie van de Krim. We hebben natuurlijk zelf de MH17 meegemaakt. Heeft in Nederland wel enorme impact gehad op ons. En ook op onze beoordeling, denk ik, van wat er in Oekraïne aan de hand was. Maar ook daarvoor al. Met Georgië. Überhaupt met de uitingen van Poetin op verschillende momenten. En toch hebben we daar nooit de conclusie uitgetrokken dat we echt onze defensie veel sneller en veel beter op orde moesten hebben. En die conclusie hebben we nu wel allemaal getrokken. En nu was er eigenlijk altijd in allerlei kaders al decennia lang een soort alarmbel die afging in Washington. Ja. Waar men zei, beste Europese Unieleden, u bent ook voor het overgrote merendeel lid van de NAVO.
zou u niet eens wat meer verantwoordelijkheid nemen voor onze gezamenlijke defensiecapaciteit binnen de NAVO? U heeft gezegd vandaag, nou dat is eigenlijk iets wat achterstallig onderhoud betreft, dat moeten we vandaag zo omschrijven. Dus dan moeten we met stoom en kokend water eigenlijk zorgen dat dat Europese aandeel in de NAVO dat been bijgetrokken wordt, zoals u het zelf omschreef. Als we nou gewoon naar de cijfers kijken, dan zien we eigenlijk nog steeds dat het een bijna een druppel op een gloeiende plaat lijkt. Als je de Europese steun voor Oekraïne, als het gaat over defensiecapaciteit, vergelijkt met de Amerikaanse steun voor Oekraïne. Het gaat bijna om een verhouding van 1 tot 10. Is dat dan wel een realistische oproep? Nou ja, het moet. En overigens natuurlijk, de Amerikanen zijn verreweg de grootste leverancier van wapens voor Oekraïne. Maar onderschat niet wat de Europese landen doen, hoor. Dat is ook fors. En bijvoorbeeld zo'n munitiedeal. Hè, Oekraïne zegt, we moeten gewoon zeker weten dat we over voldoende munitie schikken voor het komende jaar. Hebben we toch binnen een maand in Europa dat mogelijk gemaakt. Hè. Dus ook omdat er middelen vrij voor worden gemaakt. Ook omdat commissaris Breton een ronde heeft gemaakt langs alle munitiefabrieken in Europa. Dus Europa kan en moet meer doen. Maar terwijl we dat doen voor Oekraïne, moeten we het ook nog voor onszelf doen. Hè? Mm-hmm. Dus het vergt wel een stap extra, absoluut. En het verzetten van de bakens eigenlijk ook. Ja, ook en dat. Nog hogere defensiebudgetten. Nou ja, en dat is dus wat we eigenlijk nu allemaal hebben gedaan. Nederland had al het aantreden van het kabinet, ging het al flink omhoog. Maar na 24 februari hebben we nog zeg maar, de laatste stap gezet op weg naar de 2%. En nu, waar ik vooral naar kijk, is hoe we dat op een verstandige manier zo snel mogelijk kunnen omzetten in meer mensen en middelen. En met name ook ondersteunende capaciteiten. Want het is allemaal prachtig op papier. Maar je moet het wel ook echt in het echt, hè, als het zowel voor de trainingen als de situatie zich voordoet, de verdediging van de Oostflank, het moet er wel echt zijn. Dus aan papier hebben we niet zoveel, mm-hmm. aan capaciteiten des te meer. Dan komen we ook op het punt van het draagvlak voor steun voor de oorlog. Of steun niet voor de oorlog, maar steun voor Oekraïne uiteraard. Uw kabinet gaat bezuinigen, maar op één kostenpost zeker niet. En dat is Oekraïne. Politiek, militair, humanitair en financieel blijft het kabinet Oekraïne onvoorwaardelijk steunen. Hoe hou je daar draagvlak voor? Want nou, mensen voelen al de hoge inflatie, mede door die oorlog. En nu gaat er ook nog eens bezuinigd worden. Ja, die voorjaarsnota die zegt eigenlijk, we moeten een beetje de tering naar de nering zetten. Dat was eigenlijk heel gewoon in het verleden. Hè, want daar is natuurlijk ook een kabinet voor verantwoordelijk. Daar is de minister van Financiën voor verantwoordelijk. Dat die schatkist gewoon op orde blijft. En we zijn het een beetje vergeten. In die coronajaren, ja, het kon eigenlijk niet op. Alles werd gecompenseerd. Dat kunnen we niet eindeloos volhouden met elkaar. Dus je moet verstandig met het belastinggeld omgaan. En u zegt terecht, we gaan inderdaad niet bezuinigen op Oekraïne. Want dat gaat niet alleen over Oekraïne. Dat gaat uiteindelijk ook over onze veiligheid. Dus dit is cruciaal. Zij vechten de oorlog uit eigenlijk om ons veilig te houden. Dus dat is een prioriteit. Het kabinet bezuinigt ook niet op defensie. Dat zou ook heel inconsequent zijn. Na decennia van bezuinigingen weer gaan investeren. Om dan bij de eerste de beste bezuinigingsronde te zeggen. Nee, maar nu moet er ook een stukje van defensie af. Dus dat doen we ook niet. Dus er worden wel degelijk keuzes gemaakt. En in mijn ogen ook verstandige keuzes. Om defensie daarvan uit te zonderen. Om door te gaan met de investeringen. Want we moeten bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige krijgsmacht. Maar voor Nederland, voor de NAVO en voor de EU. Dat de bevolking dit ook zo blijft zien. Nou, ik denk het belang van die investeringen. Ja, nee, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En daar moeten we ook continu aan werken. Maar ik merk wel dat er in Nederland heel breed, en dat is niet alleen maar in de Tweede Kamer, maar ook gewoon maatschappelijk, wel steun is voor het feit dat je natuurlijk niet Rusland en Poetin kan belonen voor het gewoon ongevraagd, volkomen illegaal binnenvallen van een ander land. Het proberen een ander land te annexeren. Ja, mensen snappen ook heel erg dat als Oekraïne, bij wijze van spreken, als het hem lukt in Oekraïne, dat het daar dus niet eindigt. Hè, maar dat het alleen maar de voorbode is van nog meer oorlog en ellende. Dat komt steeds dichter bij ons. Mensen voelen dat heel goed aan en begrijpen ook dat we om die reden ervoor moeten kiezen om Oekraïne te steunen. En duurzaam moeten steunen, want dat is natuurlijk de grote uitdaging. Aan de andere kant van het strijdtoneel wordt heel vaak gesuggereerd dat dat juist iets is wat de landen, met name in West-Europa, niet zullen volhouden. Dat als het uiteindelijk een aantal jaren duurt, dat er dan toch gezegd zal worden, nou is het dit ons allemaal wel waard.
En dan zegt u dus, dit is iets anders dan een calculatie in een begroting. Dit gaat over grotere zaken, veiligheid en de waarde van de samenleving waar wij voor staan in dit gedeelte van de wereld. En dat is het argument waarop wij onze bevolking kunnen blijven motiveren om deze lijn te steunen. Ja, omdat ik denk dat heel veel mensen nu zien dat de vrijheid en de veiligheid die wij hier hebben, dat die dus niet vanzelfsprekend is. Nee. Dat je daar wel iets voor moet doen. En kijk, dat er aan Russische zijde wordt gezegd van als we het maar lang genoeg volhouden, dan vervliegt die eenheid wel die er nu is. Nou ja, tot nu toe is niets uitgekomen van al die voorspellingen. Nee. Dus de NAVO mocht niet uitbreiden, Finland en Zweden mochten absoluut niet toetreden, de EU zou er niet in slagen om sancties op te leggen. Nou, dat hebben we allemaal wel gedaan. Dan moeten we dus vooral ook gewoon volhouden. Zeker, maar vindt u dat dit verhaal genoeg gebracht wordt? U doet dit nu heel nadrukkelijk en heel duidelijk, maar zo vreselijk vaak horen we dat nou ook weer niet. Nou ja, dat komt denk ik, ik hoorde het net ook iemand zeggen in het filmpje, dat alles went, zelfs oorlog. Hè? Dus de oorlog die nu al 14 maanden aan de gang is, die staat niet meer iedere dag op de voorpagina van de kranten. Het is niet meer iedere dag de opening van de journaals. Dit is ook waar Zelensky voor waarschuwde. Ja, precies. En daarom is het toch belangrijk om te zeggen, het is niet normaal dat deze oorlog nu woedt in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. Het is, ik denk dat mensen ook wel, voor zover je er beelden van ziet, hè, gewoon al het besef dat daar loopgraven zijn waarin soldaten gewoon kapot worden geschoten, iedere dag weer. Dat doet ook wel weer iets met mensen. Maar het is inderdaad belangrijk om het te blijven vertellen, het blijven laten zien. Heeft u het daarover met uw Europese collega's? Ja, zeker. Ja. Met mijn Europese collega's, met de collega's in de NAVO. En daar is ook een grote mate van eensgezindheid. En hetzelfde geldt voor die grotere groep van landen die onder leiding van de Verenigde Staten bijeenkomen om de wapensteun te coördineren. Goed. We gaan naar het punt van een sterkere Europese defensieindustrie. Daar was Nederland nooit zo'n voorstander van. Hoe moet dat er concreet uitzien? Betekent dat ook dat we in de toekomst geen Amerikaanse JSF's meer zullen kopen, maar Franse of Duitse gevechtsvliegtuigen? Nou, ik denk, er is veel defensieindustrie in Europa. We hebben niet zo heel veel in Nederland. Wat we hebben is overigens wel heel goed. Hè. Denk natuurlijk aan de marine-industrie, scheepvaartindustrie. Denk aan Thales bijvoorbeeld voor radars en dat soort zaken. Dus we hebben wel defensieindustrie, maar landen als Duitsland, Frankrijk hebben natuurlijk een veel grotere defensieindustrie. Er is natuurlijk ontzettend bezuinigd in Nederland op defensie. Nou ja, is er nog van de defensieindustrie? Van de Nederlandse defensieindustrie is niet heel veel meer nee, over. Nee, maar dat is al heel lang gaande. Ik weet niet eens precies wanneer de laatste munitiefabriek is gesloten, maar dat is echt heel lang geleden. Maar dat is ook niet het probleem. Maar het probleem is wel, als we het helemaal nationaal benaderen, hè, dan hou je dus dat probleem van al die verschillende systemen die met elkaar moeten kunnen communiceren. Dat is allemaal suboptimaal. Dus als we de krachten bundelen, de handen ineenslaan, letterlijk. Bijvoorbeeld diezelfde scheepsbouw. Mm-hmm. Hè, dat is prachtig dat we dat in Nederland goed kunnen. Ze kunnen het in Noorwegen ook best wel goed. En in Duitsland ook. En in Finland ook. Maar dan hou je dus allemaal relatief kleine stukjes. Mm-hmm. Terwijl als je de krachten bundelt, dan zijn we samen natuurlijk een wereldspeler als het gaat over scheepsbouw. Ziet u kansen voor zo'n Europees ecosysteem, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt? Ik denk dat we heel veel hebben geleerd, ook van de pandemie. Dat het niet verstandig is om, nou, we wisten het al van de energie van Rusland, het is ook niet verstandig om voor je echt cruciale, sensitieve technologie afhankelijk te zijn van China. Dat moeten we ook niet meer willen. Dus we moeten het Europees doen en Amerikaans. Het is niet een keuze tegen Amerika. En wij zijn heel tevreden met de F-35. Het is verreweg nog steeds de beste jachtvliegtuig dat er is. Hè. Dus het is niet tegen Amerika, maar we hebben het allebei nodig. En ik denk dat we hebben ook wel nu gezien, hè, nu er aan alles tekorten is, dat we voor sommige systemen op zulke lange wachtlijsten komen in de Verenigde Staten. Ja. Dat we beter kunnen investeren in productiecapaciteit in Europa. Dus dit hoort ook eigenlijk bij die versterking van de EU binnen de NAVO in uw verhaal. Absoluut. Nee, het een is niet in tegenstrijd met het ander. Nee. Dat is heel duidelijk. Maar dan wel meer samen, dus niet alleen maar nationaal. Ja. Ik wil daar nog heel even een vraag over stellen, Mathieu. Want de krachten bundelen, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar even concreet, wat betekent dat dan? Wie mag wat maken? Want als je het daar met z'n 27 over eens moet worden, lijkt me dat best lastig. Ja. Welk land nou het meest profiteert van wie er dat schip mag bouwen. Ik denk ook niet dat je het met z'n 27 moet willen doen. Je moet met z'n 27 wel bepalen of je misschien bepaalde standaarden kunt afspreken.
En dan vervolgens zeg je, nou, een aantal landen gezamenlijk gaat iets doen. Mm-hmm. Wij, zoals wij nu bijvoorbeeld al met de Belgen de mijnenjagers hebben gedaan, waar de Fransen zich bij aan hebben gesloten. Dat is een heel mooi voorbeeld hoe je dat kunt doen. En soms kan je dat misschien met die Noord-Europese landen doen. Dan zijn we met 6 à 7. Mm-hmm. Dus ik denk aan groepen van landen. Kopgroepen. Kopgroepen, ja. Die gezamenlijk ontwikkelen, gezamenlijk kiezen voor een bepaalde capaciteit. Kijk, heel lang hebben landen en vooral ministeries van Defensie de neiging gehad om alles ongeveer zelf te ontwerpen. En als het niet zelf ontworpen was, dan in ieder geval nog een heleboel te goldplaten. Het nog beter te maken dan het toch al was. Nou, die defensieindustrie zegt nu ook, daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Nee. Dus als Nederland, laten we zeggen, wij hebben iets besteld, een infanteriegevechtsvoertuig. Dan zeggen ze, nou, dat is eigenlijk een hartstikke goed ontwerp. Dus als we nou een user group maken van een stuk of 8 landen, dan hebben die allemaal hetzelfde. En als het goed genoeg is voor Nederland, dan is het natuurlijk ook goed genoeg voor een ander Europees land. Nee, dus verdieping van die defensiecapaciteit van de EU en samenwerking op het gebied van defensie moet ook lopen voor een gedeelte via die kopgroepen. Ja. Die het voortouw letterlijk nemen. Ja. Een van de landen waar u heel veel mee samenwerkt, en dat is ook heel duidelijk, ook in de internationale media, is Duitsland. Ja. U heeft dat zelf ook gezegd in uw speech. Ik wil u daar een ander soort vraag over stellen. De Duitse minister Robert Habeck, die niet van Defensie is, maar wel een prominente minister van de Groenen in de huidige Duitse regering, die zei niet zo lang geleden, een paar weken geleden, heel duidelijk in een interview, ik schaam mij eigenlijk enorm voor het feit dat wij, Duitsland, pas zo laat in de benen zijn gekomen om Oekraïne te helpen na die Russische aanval. We hebben veel te lang getalmd, getwijfeld, dingen voor ons uitgeschoven. En daar schaam ik me voor. Dat was een opmerkelijke uitspraak. Niet alleen in Duitsland waren mensen daarvan onder de indruk, of in ieder geval doorgeprikkeld, maar ook internationaal. Die schaamte die hij zo letterlijk op zich nam. Hoe kijkt u naar die uitspraak? Als we even op een rijtje zetten wat Nederland deed in de eerste momenten na die inval van Rusland in Oekraïne, was Nederland zeker niet de snelste als het ging om het doorvoeren van de sancties. Was ook zeker niet de snelste met het toezeggen van militaire steun. En was zelfs helemaal achteraan als het ging om het openen van de route naar een kandidaat lidmaatschap voor Oekraïne, waar een aantal Europese lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, echt stevig voor gingen vanaf het eerste moment bijna. Hoe verhoudt u zich tot die uitspraak over schaamte? Voelt u dat ook zo? Nou, op één punt moet ik u corrigeren, want wij waren wel een van de eerste die wapens toezeiden. En sterker nog, dat hadden we al voor 24 februari besloten. Dat als het zover zou komen, zouden we dat doen. En dat was voor Nederland ook een hele grote stap. Want wij zijn ook altijd heel terughoudend, heel zorgvuldig met beoordelen van de criteria voor export van wapens. Maar hier hadden we gezegd, als dit gebeurt, gaan we dat doen. Dus u noemde 3 sporen. Ja. Voor die andere 2, de sancties was even wat rommelig, kwam er toen over in het begin. We waren erg groot voorstander van die sancties. Hadden even wat moeite met de implementatie in Nederland. En het EU-lidmaatschap voor Oekraïne, of het vooruitzicht daarvan, dat lag politiek gevoeliger inderdaad in Nederland. Maar ik vind het een mooie, eerlijke manier van spreken van de Duitse minister. Want ik denk dat 2 dingen. Ten eerste, als je nu kijkt wat Duitsland doet, is dat echt heel veel. Dat is echt substantieel. Die hebben Duitsland heeft een totale ommezwaai gemaakt. En daar hoort deze uitspraak ook bij, als het ware. Ja. Nee, maar dat is wel belangrijk om te benadrukken. Want het duurde ook even, denk ik, voordat de mensen dat zagen. Ja. En het tweede is dat ieder land heeft natuurlijk te maken met gevoelens in het land zelf. En in een bepaald deel van Duitsland, met name het oostelijk deel van het oude Oost-Duitsland eigenlijk, hè, daar was het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Daar moesten mensen ook een beetje de tijd krijgen om meegenomen te worden in de ernst van de oorlog en de dreiging die er eigenlijk van uitging. Ik denk dat dat een deel van de terughoudendheid deel van de Duitse politiek heeft verklaard. Ik wil nog één ander punt toevoegen, want Habeck refereerde ook impliciet aan de voorgeschiedenis. Hè. Duitsland was natuurlijk echt een partner van Rusland, de Nord Stream projecten en dergelijke. Nederland liep daar eigenlijk altijd dicht aan de schouder van Duitsland als het ging over die commerciële projecten, zoals Merkel het ook nog tot op het laatste moment genoemd heeft. Ik denk dat zijn uitspraak ook daarvoor een gedeelte mee te maken had en dat die ook in lijn stond met eerdere uitspraken van Olaf Scholz, die ook in die richting gingen, waarbij men eigenlijk zei aan Duitse zijde, ja, we hebben dat zo verkeerd ingeschat dat dat niet zomaar een fout is, maar dat een verantwoordelijkheid op ons laat die zwaarder is dan het zomaar erkennen van een fout en eigenlijk zoiets
behoeft als het openlijk beleiden van schaamte. Hmm. Nederland was natuurlijk ook heel erg aan die kant, zal ik maar zeggen, van de Duitse commerciële projecten, Nord Stream en dergelijke. Die voorgeschiedenis, hoe beoordeelt u dat? Nou ja, dat is een beetje wat Nederland vaak heeft, hè, de koopman en de dominee. Ik denk eigenlijk na 2014, de Krim, maar met name ook MH17, zijn we natuurlijk, hebben we alles zeg maar, op het politieke, ambtelijke niveau en zo. Dat is naar een bijna nulpunt teruggebracht. Dus de contacten alleen nog maar het hoogst noodzakelijke met de hoge prioriteit. Hè, de ondersysteem moet boven. Om de verantwoordelijken te vinden en te berechten. Dat hebben we gedaan. De hele gedachte van de handelsrelaties, de sancties na de annexatie van de Krim, die waren niet heel indrukwekkend. Dat was niet alleen maar Nederland, dat was gewoon überhaupt, denk ik, de houding van landen waar wij onderdeel van uitmaakten. En dat is nu natuurlijk totaal anders. Mm-hmm. Dus ik denk dat Ik begrijp de uitspraak van de Duitse minister. Maar u voelt dat niet zo? Nou, ik vind wel, we moeten er wel van leren. We hebben wel, met de kennis van nu, kun je zeggen, we hadden misschien veel beter toen al veel steviger kunnen zijn. Maar absoluut, maar dat is wel met de kennis van nu. En dat is altijd makkelijk praten. Ja. Het is niet zo dat u zover wil gaan dat u spijt wil betuigen voor die voorgeschiedenis en... Ik vind, weet je, we zitten er nog middenin. De geschiedenis moet hierover oordelen. Dat is nu echt nog niet te zeggen. Ik vind wel dat we ervan moeten leren. En dat een van de lessen is dus dat we nu voor de komende decennia zekerheid moeten hebben voor onze defensiebudgetten. Dat vind ik zo'n les. Hè? Dus dat we niet zeggen als straks de oorlog afgelopen is, oh, dan kan er wel weer een beetje vanaf. Nee, de les moet zijn dat dat dus niet kan. Ik wil het even met u hebben over de Europese belofte in relatie tot Oekraïne en dat het EU-lidmaatschap daar een onderdeel van is, zoals u in uw speech zei. Wat gaat Nederland eraan doen om die belofte waar te maken? Nou, ik denk wat alle Europese landen moeten doen. We moeten ons realiseren dat wij aan Oekraïne en trouwens ook aan andere landen dat in het vooruitzicht hebben gesteld. We hebben er overigens ook steeds eerlijk bij gezegd dat kost tijd. Dat kan je niet, je hebt er niks aan. Dat geldt voor Oekraïne en dat geldt voor de Europese Unie ook. Als je dat overnight zou doen als het land er nog helemaal niet klaar voor is. Ik zie wel dat Oekraïne, ondanks het feit dat ze midden in een oorlog zitten, nu al ongelooflijk veel doen. Om zich gereed te maken voor het lidmaatschap. Maar u zegt, mijn hoop en toewijding ligt in het waarmaken van de Europese droom voor onszelf, maar ook voor Oekraïne. Voor Oekraïne, dus precies. Hoe gaat u zich daarvoor inzetten? Nou ja, ik zet me daar natuurlijk eigenlijk iedere dag voor in. Want de allerbelangrijkste stap op weg naar de Europese Unie is vrede. Dus dat betekent dat deze oorlog achter de rug moet zijn. En wel op een manier dat Oekraïne nog bestaat als land. Bij voorkeur zoals ze waren voordat 24 februari gebeurde. Binnen de Europese Unie en ook zeker niet de minste spelers, die zijn er, die zeggen eigenlijk al een tijdje van misschien moeten we, is die Oekraïne kwestie en het lidmaatschap van Oekraïne op een gegeven moment van de Europese Unie zo belangrijk dat we daar een aparte versnelde procedure voor nodig hebben. Dat is wat voortdurend wordt gesuggereerd door bepaalde krachten. En bovendien ook door Oekraïne gevraagd wordt. Mm. Eigenlijk, wij hebben dit nodig als een soort van extra bevestiging dat we op de weg zijn die uiteindelijk dat lidmaatschap zal opleveren. U weet net zo goed als ik dat zo'n besluit over lidmaatschap uiteindelijk een politiek besluit is. Er zijn allerlei verschillende voorbeelden van in de recente geschiedenis over hoe je daarmee om kunt gaan. Eigenlijk zou je grofweg kunnen zeggen, er zijn twee categorieën. De ene categorie is pappen en nat houden. Wel een lidmaatschap ergens in de toekomst, maar vooral niet concreet worden als puntje bij paaltje komt. Daar hebben we een aantal voorbeelden van. We hebben ook voorbeelden van, onder andere met de Big Bang-uitbreiding met Midden- en Oost-Europese landen, waar gezegd werd op een gegeven moment, dit is politiek nu zo belangrijk dat we een politiek besluit nemen dat nu die toetreding een feit is en dat deze landen lid worden. Als het nu om Oekraïne gaat, aan welke kant wilt u dan staan? Aan de pappen- en nathouden kant, zal ik maar zeggen, waar je meer procedureel de zaak zou benaderen, of aan de meer geopolitieke kant, zoals het door onder andere de voorzitter van de Europese Commissie wordt geframed? Nee, ik zou zeker kiezen voor de geopolitieke benadering, maar we moeten denk ik ons één ding realiseren, dat deze uitbreiding met een land als Oekraïne, wat dus tegen de tijd dat het kan gaan toetreden, een land is dat in wederopbouw is, dat een verschrikkelijk
verschrikkelijke oorlog heeft meegemaakt. Waar het land deels helemaal aan puin is geschoten. Met een getraumatiseerde bevolking. Die deels, miljoenen mensen hebben het land verlaten. Gaan misschien deels terug, misschien deels ook niet. Met een enorme populatie van veteranen. Die gewond uit de oorlog terug zullen komen. Fysiek dan wel psychisch. Dat is een hele bijzondere situatie. Die hebben we nog nooit aan de hand gehad. Nee, maar dat is ook wat iedereen zegt. Ja. Zeitenwende noemt men het in Duitsland. U zegt zelf, de wereld is veranderd na 22 februari. Ja. En dan zegt de voorzitter van de Europese Commissie bijvoorbeeld, nou, omdat dat zo is, moeten we ook met een andere bril kijken naar dat uitbreidingsproces. Ja. Dit moet een geopolitieke zet zijn. En daar bent u het qua redenering dus mee eens. Ben ik het daarmee eens. Dat kan dus niet pap en nat houden zijn. Nee. En tegelijkertijd heeft Oekraïne er ook niks aan als we allerlei dingen overslaan en vervolgens tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk op deze manier niet kan. Dus, maar nogmaals, heel veel bewondering voor het feit dat deze regering onder leiding van Zelensky ook nu probeert die stappen al te zetten. Zoals bijvoorbeeld het tegengaan van corruptie. Maar als je het met de redenering eens bent, dan moet de uitwerking toch daar ook bij horen? Ja, maar die uitwerking, dat zullen we ook moeten zien. Hè? Maar dit zou de inzet moeten zijn, dit moet de insteek zijn. En dan moet je dat proces doorlopen op een manier die eerlijk is. Die eerlijk is voor Oekraïne. Zou Oekraïne over 10 jaar lid moeten zijn? Nou, wat mij betreft wel, maar bedoel, dat vereist eerst dat die oorlog afgelopen is. Dat is het allereerste wat er moet gebeuren. Ja. En daarna zitten we met Oekraïne samen in een fase van wederopbouw. En in die fase van wederopbouw kunnen we ook kijken hoe ze het snelste bij de Europese Unie kunnen komen. Dit is uw overtuiging. We zien dat het kabinet het op tal van punten niet met elkaar eens is. Kijk naar asielbeleid, naar stikstof, ultieme voorbeeld. Hoe zit het met dat EU-lidmaatschap? Daar heeft Nederland een standpunt in ingenomen. En namelijk om Oekraïne het kandidaat lidmaatschap te geven en daarmee het lidmaatschap in vooruitzicht te stellen. En u zegt het kabinet is het op veel punten niet eens. We worden het uiteindelijk wel altijd eens. Dus het bestaat een kabinet uit 4 partijen die ook nog een meerderheid moet halen in de Senaat. Dus mogen we een beetje discussie hebben over de dingen. Nog één dingetje wat u ook noemde in uw speech. U had het erover dat er in de nieuwe Europese Commissie een portefeuilledeling moet komen die portefeuilleverdeling moet komen die het belang van de defensiesamenwerking moet weerspiegelen. Wat bedoelt u daar concreet mee? Nou, ik gaf ook een compliment aan commissaris Breton, Thierry Breton. Die heeft een enorme portefeuille. Die doet de hele interne markt. De eerste Fransman op die portefeuille. Ja, het is echt bewonderingswaardig. Maar doet dus ook nu de defensieindustrie en de defensiesamenwerking. En ik vind eigenlijk dat is, daarvoor is het te belangrijk om dat er een beetje bij te doen. Dus ik zou zeggen, of het een aparte commissaris wordt, maar hou bij die portefeuilleverdeling daar nou rekening mee. En zorg dat er iemand is die echt voldoende tijd daarin kan steken. Want we moeten het momentum nu gebruiken, we moeten nu die stappen zetten. Daar hebben we gewoon de Europese Commissie bij nodig. Goed, het is alweer tijd voor de laatste ronde. Die brengen wij altijd door aan de leestafel. Nou, we zitten hier aan tafel. Er liggen ook al wat boeken op tafel. Zelfs de European Review of Books. Maar wij zijn ook heel benieuwd welk boek u aan onze kijkers en luisteraars aanraadt. Nou, ik heb erover nagedacht en ik heb een boek gekozen waarvan ik denk dat heel veel mensen dat een interessant boek vinden. Het is een roman. Het heet De Kremlin-fluisteraar. Het is oorspronkelijk in het Frans geschreven door een Italiaan. Allemaal, heel Europees eigenlijk, met andere woorden. Die Empoli heet hij. De Kremlin-fluisteraar. En het gaat over, je zou kunnen zeggen, de Rasputin van Poetin. Iemand die spindokter is geweest van Poetin. En het is een roman, maar wel heel realistisch. En ik denk om een beetje te begrijpen hoe dat machtsdenken in elkaar zit. En eigenlijk ook wel hoe door en door verrot het systeem daar is. Het Kremlin, het regime, de mensen om Poetin heen. Is het een heel, heel interessant boek. En het leest ook nog eens als een trein. Dus De Kremlin-fluisteraar. We leggen hem op de leestafel. Mathieu, wat heb jij bij je? Een geweldige tip van de minister. Een roman, hè, dat willen wij altijd graag in Café Europa. Ja. Dus dat betekent dat ik twee andere dingen kan tippen. Ten eerste tip ik natuurlijk alle luisteraars de Europa-speech van minister Ollongren. Die was echt de moeite waard. We hebben het er uitgebreid over gehad, maar nog niet uitgebreid genoeg, denk ik. Nee, we zetten hem in de show notes. En we zullen erop terugkomen. Een belangrijke speech geweest op een belangrijk moment. Ik zei het al en ik denk dat we er toch ook nog wel het een en ander over gaan horen. Dus dat is mijn tip nummer 1. En dan mijn tweede tip is, ik laat het even zien aan de mensen die hier aanwezig zijn. Een eigenlijk heel recent uitgekomen boek. Het is in het Engels. The Stories Old Towns Tell.
De verhalen van oude steden. Nou, ik vind dat dit is een prima plek om dit te promoten. Ik vind het jammer dat het niet in het Nederlands of in het Maastrichts nog is uitgegeven. Maar daar zal ik me voor inspannen. Ik wil wel daar meteen bij zeggen dat dit ook precies is wat we altijd willen in Café Europa en net dit boek. Want dit gaat eigenlijk naar de diepere lagen van de hedendaagse actualiteit en de geschiedenis zoals wij die kennen. En de verhalen die daarachter zitten. En dit boek speelt zich af in steden in Centraal-Europa. Juist dat gebied wat zo ontzettend belangrijk is geworden, ook voor ons de afgelopen jaren. Ik raad het iedereen van harte aan. Marek Koon, okay. Ja, daar wil ik nog iets over zeggen. De schrijver Marek Koon is een Pools-Britse schrijver. En vandaar ook zijn kennis van die Poolse steden die er onder andere in voorkomen. Maar ook Praag komt erin voor. Marek Koon, een geweldige schrijver die ook nog eens een keer een essay heeft in het issue 2 van de European Review of Books over de fantastische poëet en schrijver Jozef Chomsky. Maar daar hebben we het wel een andere keer over. Ja. Het is een relatief nieuw boek. Heeft u het al gelezen? Nee, ik ken het niet. Goeie tip. Echt de moeite waard. Het is ook een soort reisgids. Nou, mooi. Bij al deze boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die gaan we verspreiden via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of op Instagram, @CaféEuropaPodcast. Dank u wel, minister van Defensie Kajsa Ollongren. Fantastisch dat u er was. Heel graag. Dank u wel. Groot applaus. Dank u wel. En Mathieu, tot snel. Jazeker. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren en het kijken. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende. 'Minister, mag ik nog heel even aan? Ja, als mijn geluid nog even aan mag. Ja, dankjewel. Minister Ollongren, dank u wel nogmaals. U wordt meegenomen voor het persmoment. Ik heb even wat huishoudelijke mededelingen en blijf vooral zitten.